Homerus Ilias boek 24 vanaf vers 599. Priamos is onder begeleiding van Hermes bij Achilles in het Griekse kamp gekomen en heeft het lijk van Hector vrijgekocht voor een grote losprijs. Achilles heeft ervoor gezorgd dat het lijk verzorging kreeg en met Trojaanse gewaden bedekt werd. Hij vraagt Patroclus om niet boos te zijn en belooft hem zijn deel van de losprijs. Daarna gaat hij terug naar Priamos. Hij spreekt Priemons aan en begint dan met Heujos, jouw zoon, mende, vaste uitdrukking vanaf nu en toi is hier gelijk aan soi aan jou. Leluta is de perfecte vorm van luo. En geeft een toestand weer. Hij is vanaf nu aan jou vrijgegeven, Geron, vocativus, Oude Man, Hoos, Ekel, Uies, een imperfectum vorm, zoals jij verzocht. De imperfectum geeft hier een herhaling weer. Priamos had Achilles twee keer gevraagd Hector vrij te geven, namelijk in vers 502 en in vers 54-55. En dan zegt hij, Kijtai, hij ligt, en legge Essi, een dativus meervoud, op een lijkbaar. Dan krijgen we hama. Hama is een voorzetsel plus een dativus. Tegelijk met. En die dativus staat erachter. Eoi, dativus enkelvouds van. Eos, dageraad. En phinomenae, fin, is een participium prijsens, vrouwelijk. Het achtervoegsel fin is een suffix dat de dativus enkelvoud vervangt, komt vaker voor bij Homerus, tegelijkertijd met de dageraad, wanneer die verschijnt, wanneer die aanbreekt. En dan, op zijn ooi is de persoonsvorm, is een tweede persoon enkelvoud medium futurum van Horao zul jij zien, en bij die jij bij het onderwerp staat nog autos zelf, en Daarbij hoort het participium agon een participium praesens terwijl je meeneemt. En dan tegenstelling nunde, maar nu. En dan geeft hij een conjunctivus ne zometa, aan de omega lange klink kun je zien dat het een conjunctivus is. Een conjunctivus in de hoofdzin drie opties en hier betreft het een aansporing. Laten wij denken en waaraan je kunt denken staat in de genitivus aan de dorpoe, aan de maaltijd. En dit is niet omdat Achilles honger had, want hij zat te eten toen Priamos bij hem kwam, maar het eten aanbieden is een blijk van gastvrijheid en het is beter om niet altijd aan verdriet te denken. Waarom Priamos moet eten? Legt hij uit met een garzin, want en dan kan je is hier het bijwoord. Want ook de e u commos, uh, schoonlokkige niobe, en dan e weer dacht aan, plus een genitief situ aan eten. Dan het lidwoord tij is hier gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord voor wie? En dan per pijn betrekkelijk voor, nou, is nog wel voor wie nog wel do 2 dk 10 dus 2 plus 10, 12 paidees kinderen en die is gelijk aan en plus een datief megaroizin in het paleis Olonto omkwamen. En welke dat dan zijn, staat met hexmen, heks hexde, heks hebben te maken met een anafora, 6 Dugateres, 6 zes dochters en 6 Hujees, 6 jongens en. Um, Hebbewontees participium praesens in diectasis van Hebao, terwijl zij jong waren. Nou, door de anafora, twee keer hex, door het parallelisme, eerst tel telwoord, dan zelfstandig naamwoord, wordt de nadruk op de hoeveelheid gelegd. 605 begint dan met toes men, en dat is een tegenstelling met taas de in 606. En die toes verwijst naar de jongens hen, Apollo en dan de. Persoonsvorm van is de Aorissus van Taino, dode hen, dode Apollo. En AP plus een genetivus, het betekent hier met, met zijn Argu En Bioyo is twee keer een genetivus. Bios, let op het accent, betekent hier boog met de zilveren boog. Waarom hij, Hen dode staat met een participium, gohomenos, participium praesens, nominatief is mannelijk, enkelvoudst, het verweest, verwijst naar Apollo, omdat hij boos was. En op wie hij boos is staat, inderdaad, die is op Niobe. En dan taas de en hen. Daarmee worden de zes dochters bedoeld. En als persoonsvorm moet je weer het pefnen aanvullen. En hen, dode Artemis. En bij Artemis staat het epitheton ornans, pijlen schietend. En dan staat er hoenek, dat betekent vanwege of omdat. ARE is een partikel dat afsluit, omdat dus. En dan LÈTOJ is een dativus enkelvoud. De dativus is afhankelijk van, het, uh, van de persoonsvorm, is ASKETO. En hier zien we een sigma kappa en dat is het iteratief suffix. Geeft een herhaling weer. Imperfectum derde enkelvoud, omdat... Zij steeds gelijkstelde aan aan wie er gelijkgesteld wordt, staat inderdaad dativus Leto, en bij Leto staat een epitheton. Calipareoi betekent met de mooie wangen. Dus omdat Niobe zich steeds gelijkstelde aan Leto met de mooie wangen en Sigma Kappa geeft aan dat het niet één keer was, maar dat zij dat meerdere keren heeft gedaan. Ver een imperfecte vorm geeft herhaling weer. Het onderwerp daarbij is niobe, zij zij, en er volgt een ACI. Zij zei dat, de subject accusitivus leto, dat zij, en dan Dojo. dat zij twee, dus een accusitivus dualis, en teken ein, is een Infinitivus aoristus, dat zij twee had gebaard. HEDDE, maar ZIJ ZELF, houdt in de nominatiefs, betekent zelf. En dan de persoonsvorm GENATO, een aoriste ster, de enkevoud, bracht ter wereld Polus zij bracht velen ter wereld. Hier zien we een chiasme, dan de A van de chiasme zijn de telwoorden, twee en veel, en de, uh, de persoonsvormen zijn dan de B, en dan heb je een ABBA-constructie, een chiasme tode, maar zij beiden een dualis nominativus uh, ara is een partikel, en kai is hier het bijwoord ook met in combinatie met per, ook al duo, duoio, twee met zijn tweeën, eonta, twee zijnde en zij beiden is het onderwerp bij apo olesan, een Tmesisch zij doden, en wie ze doden is Panta's allen en daarmee worden Niobe's kinderen bedoeld. En hier zien we dus die twee kinderen van uh, Leto. Ook al waren het er maar twee, ze konden toch alle kinderen van Niobe doden. Hier heb ik ook nog een anafora. Sommigen zien in de herhaling van do Do, een mooi anafora en we hebben een antithese, een dicht bij elkaar geplaatste van inhoudelijk tegengestelde begrippen. De begrippen die inhoudelijk tegengesteld zijn, zijn natuurlijk het ter wereld brengen en het doden. En daarnaast hebben we ook nog de antithese van twee en velen dat door het chiasme redelijk uit elkaar geplaatst is.